ik ga vandaag iets heel leuks uitpakken. Namelijk de updates van Essence en Catrice voor 2019. Voor de lente, zomercollectie ongeveer. Zoals elk jaar komt Essence en Catrice beide twee keer per jaar met een nieuwe assortimentenaanvulling. Er gaan wat producten weg en er komen heel veel leuke nieuwe producten voor terug. Of ze ook goed zijn, dat ga ik testen. Maar ik had dus van het weekend een pakketje van Essence gekregen. En van Catrice. En ik dacht, misschien is het leuk om het gewoon met jullie samen even uit te pakken. En naar te kijken. Sommige dingen zal ik swatchen, sommige dingen niet. Dit is niet zeg maar bedoeld als review. De producten waar ik interesse in heb, ga ik reviewen op pinguin.nl. Dus dat wordt een geschreven artikel met foto's, duidelijke foto's. En wat ik er dus van vind. De prijzen, vanaf het wanneer te koop is. Dat soort dingen. Dus dat doe ik in deze video niet. Het is meer een praatvideo. Even laten zien met jullie te delen. En jullie kunnen dan aangeven waar jullie eventueel een review over terug willen zien. Dus ik ben heel benieuwd. Je ziet het al wel een beetje natuurlijk wat erin zit. En ik weet ook wel de prijsjes. Want de persberichten staan al een tijdje online op pinguin.nl. Mocht je dat nog willen zien, zou ik de linkjes ook in de beschrijving zetten. Want dan kun je de prijzen ook zien. Volgens mij ligt alles inmiddels in de schappen. Of het begint van, dat is wel eind januari, begin februari ongeveer. Maar ik heb al bij een paar kruidvatfilialen een aantal producten gezien. Dus ik denk dat het te langzaam wel verkrijgbaar is. Maar ik ben benieuwd. Ik ga eerst het Essence pakketje uitpakken. Het zit eigenlijk altijd. Ik ontvang dit nou al een paar jaar. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Want Essence en Catrice zijn natuurlijk hartstikke populaire merken. Leuk betaalbaar. En het zijn een van de eerste merken waarvan ik zelf altijd de collecties kocht en zo. Dus hartstikke leuk dat ik het dan ook ontvang. Ja, het zit in een tasje en die ga ik samen met jullie openmaken. Het eerste wat ik eruit pak zijn twee oogschaduwpaletten. Ik weet dat er meer zijn, dus ik heb niet alles ontvangen. Het is gewoon een gedeelte van de nieuwe assortimentwisseling, zeg maar. Ik heb het Cute Sydney palet. Zo, ik moest even lezen. Het eyeshadow palet. Het oogschaduwpalet. En deze bevat... Kijk maar even, het plasticje kan dat weg. Ja. Ik wil het net niet beschrijven. Zo. He. 9 oogschaduws. Ik moest even tellen hoor, want dat ken ik allemaal helemaal. En deze tinten. Ja, heel mooi. Een beetje natuurlijk ook. Blauw oogschaduw ben ik niet zo van, maar ga ik wel proberen. Ik was eigenlijk nooit zo enthousiast over de Essence oogschaduw. Tot ik het Ho 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 oogschaduwpalet uit de Kerstlimited Edition heb gekocht. En getest en gereviewd. Echt super pigmentatie. Mocht je die nog in de uitverkoop ergens tegenkomen, kopen. Dat is echt elke euro waard. Dus ik ben benieuwd of deze ook zo'n kwaliteit heeft. Het zijn wel hele mooie kleuren. Dit is dus het Good Days eyeshadow palet nummer 01. Dan hebben we hier het Hello. Ik doe gelijk even het plastic eraf. Het Hello New York oogschaduwpalet. Een heel mooie verpakking. Ja. En deze heeft meer wat je ook denkt aan de verpakking. Een beetje de lila kleuren. Dit vind ik dan wel weer echt mijn soort tinten, zeg maar. En ja. Over deze twee paletten komt sowieso een artikel online. Dat weet ik nu al. Dan heeft Essence ook een sport. Of nou ja. Ik zal het even eruit halen. Dan kan ik het laten zien. Altijd een feestje, dit soort pakketjes. Je weet niet wat je krijgt of iets krijgt. En wat er allemaal in zit. En hoe de kwaliteit is. En dus dat vind ik altijd heel erg leuk om te testen. Essence heeft de Better You Better Work collectie. Gymproof, zeg maar. Dus eigenlijk ook als het heel heet is. Straks van de zomer. Of als je gaat gymmen en make-up wil dragen. Nou dacht ik dat deze collectie al in het assortiment zat. Of dat was een limited edition. Maar ik heb dit vaker voorbij zien komen afgelopen jaar. Maar nu zijn er weer nieuwe producten. Er is een fixing spray. Een eye primer. Zodat je oogschaduw langer blijft zitten. Mascara. En een tinted day cream. Dus eigenlijk met deze producten kun je al een minimale look maken. Dat je als je gaat sporten toch een beetje, nou ja, make-up kan dragen. Of dat, weet je, ik ga meestal gewoon met mijn blote billen gezicht sporten. Want het zweet er toch af. Maar dit is dan gelijk een leuke manier om te testen of dit goed blijft zitten. Dus ja, ook hiervan ga ik zeker een review schrijven. Misschien dat ik het wel aanbreng in een vlog.
En dan na het sporten laat zien hoe het er dan nog eruit ziet. Dan zit er een Hey Cheeks palet in. Deze had ik ook al gezien in het... ik heb alle producten misschien maar onthouden. Waarvan ik dacht, als ik hem zie, dan koop ik hem zelf. Maar ja, ik heb hem al. Is een blush, bronzer en highlighter palet. Met een spiegel. En... nou ja, zoals het zegt. Bronzers, blush en highlighter. Dus het ziet er heel gaaf uit. En dit is natuurlijk... Essence is te koop voor een paar euro. Dus... ja, ik vind het heel erg leuk. Dan zie ik een... ik haal het er even uit. Even, niet even Bianca. Dan zit er een... ik zie nog persinformatie in, maar dat heb ik al. Een Essence The Dip Eyeliner Waterproof. Die ga ik proberen, denk ik. Ik ben niet zo heel goed met eyeliner. Ik heb geen vaste hand, dus ik tril als een gek. En dat is met eyeliner niet altijd een hele goede combinatie, maar ik ga het wel proberen. En dan zit er nog een Insta Perfect Liquid Highlighter in. Gewoon een gouden vloeibare highlighter. En die kan ik wel openmaken, denk ik. Zodat we die even kunnen swatchen. Zodat het niet alleen maar een kijk, dit heb ik video wordt. Maar dat we het gewoon ook kunnen proberen. Ik heb een heel klein drupje gepakt. En die gaan we gewoon even... oh, kijk die glans. Ja, heel erg mooi. Die kun je dus aanbrengen. Als highlight, vloeibare highlight. Je kan er dan nog een poeder highlight over aanbrengen. Je kan het misschien wel mengen met je foundation. Wat ook vaak kan met vloeibare highlight. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Dit is 10 Gold Addiction. Mocht iemand dat willen weten. Want volgens mij is er nog een kleur. Dan gaan we over naar de 3 lip balsams. Ja, lip balsams. Eentje heb je met nourishing. Dus verzorgend. Hydraterend en herstellend, reparerend. Als je gewoon hele droge lippen hebt, zijn er 3 verschillende. Even kijken wat dan. De een is groen. Waarschijnlijk net zo de kleur als de huls. Gewoon wit. En dan zou deze roze zijn. Ja. Nee, en lippenbalsem vind ik altijd wel fijn om te gebruiken. En misschien dat hij hier ook nog een artikel over komt. Of dat ik ze gewoon in mijn handtas gooi. En dat ik op social media of in een vlog een keer vertel hoe en wat. En als laatste zit er iets in waar vooral mijn dochter heel erg blij mee is. Ik gebruik geen nagellak voor Pink Kids. Dat review ik niet. Want ik heb geen mooie lange nagels om te swatchen. En ik heb sowieso, nagellak gebruik ik niet heel vaak. Maar mijn dochter Sterre wel. En ze zag het pakketje. Ze dacht gelijk, oh, nagellak van Essence. Zij heeft echt een hele grote collectie nagellak van Essence en Catrice. Ook van mij gekregen, maar ook zelf gekocht. Ze spaart het een beetje. Dus ze vond het helemaal leuk. En er zit heel veel kleurtje in. Van de Essence Shine Last and Go Gel Nail Polish. Er zitten volgens mij 25 kleuren. Die andere variant die ze eerst te koop hadden, is er volgens mij uit. En is dit voor je in de plaats gekomen. Dit is nummer 13, Legally Pink. Dit is natuurlijk echt mijn kleur. Dan hebben we nog een roze kleur. Dit is Millennial Pink 04. En dit is 28 Razzle Dazzle. Een mooie zilver. Dan gaan we naar het pakketje van Catrice. Die zit ook aan de twee kanten, zeg maar, allemaal producten in. Dus die ga ik ook even met jullie openmaken en kijken wat er allemaal in zit. Als eerste heb ik 2 oogschaduwpaletten die wat handzamer zijn qua formaat. 6 kleuren hebben. Volgens mij zijn hier 4 varianten van. Ik heb er 2 ontvangen. Dit is weer wat neutraler. Dit is 010 Afraid of Nothing. En dit is 020 Namaste All Day. Deze vind ik zelf heel gaaf vanwege die sealkleur. En dit is Soul Searcher. En er staat op Future Female. Dus female. Sorry voor mijn Engelse uitspraak hoor. Dat ben ik gewoon niet zo heel goed in. Maar... dat er 2 namen op staan. Geen idee. Als je in de winkel kijkt in schappen, dan zie je het verschil wel qua kleuren. Mijn voorkeur gaat naar deze uit. Hier ga ik zeker een look mee maken op Pinkit. En misschien dat ik deze ook nog ga maken. Ik weet niet. Ik denk vooral dat dit hele mooie highlight kleuren zijn. Maar daar ga ik natuurlijk mee spelen. Dan zie ik een 1 Minute Face Perfector. Deze had ik dus ook in het persbericht gezien. En dat ik dacht, Bianca, als je die ziet, proberen. Want het... weet je, het doet me een beetje denken aan een mousse foundation die vroeger helemaal in was. En waarvan als ik dat nu zou gebruiken, denk ik van, waarom was dat in? Maar ja, ik ben hier wel benieuwd naar. Het ziet er zo uit. Ik kan het nog niet swatchen, maar
Ik ben heel benieuwd. Het is een soort foundation of zo, maar dan ook weer niet. Ik heb echt geen idee. Ja, hier ga ik gewoon mee aan de slag. Ik ga het vanmiddag op de foto zetten en dan kan ik het de komende weken gaan testen. Ik neem daar graag altijd de tijd voor. Dan heb ik een Translucent Radiant Glow Illusion Loose Powder. Het ziet er wel echt, de verpakkingen. Sowieso, Catrice ziet er altijd heel netjes uit. En dat, Catrice is iets duurder dan Essence, maar het was steeds betaalbaar. En ik vind dat Essence ook echt heel erg vooruit gegaan is met kwaliteit en verpakkingen. Dus ja, ik kan er alleen maar enthousiast voor worden. En een losse poeder. Maar hij zegt, er staat op Translucent, dus transparant. Maar ik vind de poeder wel een beetje rozig overkomen. Dus dan ben ik heel erg benieuwd of dat dan op de huid niet heel erg zichtbaar gaat zijn. Maar dat ga ik natuurlijk ook proberen. Dan zie ik twee flesjes met... Oh wacht, dat zijn twee verschillende producten. Dit is de Catrice Golden Dust Highlighter Drops. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik net van Essence liet zien. Dan van Catrice. En dit is 010 Space Gold. Die zullen we dan ook even laten zien. Dus als ik daar foto's van maak, zie je toch niet dat ik het gebruikt heb. Even kijken. Dat is wel een beetje veel, maar hey, highlight kun je nooit genoeg hebben. En dan gaan we dat ook even. Hetzelfde principe, dit kun je dus weer mengen met je foundation aanbrengen als basis. Dat je daarna nog een poeder eroverheen brengt of alleen gebruiken. En dan heb je dus, ik hoop dat het te zien is, die glans. Een hele mooie glans. Ja, ik vind dit echt, als je wat drogere huid hebt, dan is zo'n highlighter, zo'n vloeibare highlight gewoon best wel een must, zeg maar, als je dat graag gebruikt. Die. En dan in hetzelfde flacon, maar weer wat anders. Dit is een HD Active Performance Primer met SPF 30 water en zweetproef. Ja, ook voor het gimmen dus eigenlijk. Die zou je dan eigenlijk met die andere producten van Essence kunnen gebruiken. Volgens mij zat daar geen primer bij. Dus misschien dat ik dat met elkaar ga uitproberen. Het ziet er wel in ieder geval heel netjes uit. Dan zie ik een doosje met daarin... Catrice Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Doosje ziet er netjes uit. Heb ik eigenlijk nooit gezien dat bij Essence Catrice er een doosje mee zit. Kijk, die ziet er... Oh ja, deze vorm qua mascara ken ik wel. Dit is waarschijnlijk een nieuwere variant. Ik gebruik eigenlijk altijd Essence Catrice mascara's. Waarom zou je de 30-40 euro voor een high-end mascara uitgeven? Terwijl dat Essence Catrice het ook gewoon heel goed doen. Die, dus die ga ik testen. Tot nu toe zit er op de nagellak na allemaal dingen in die ik wel wil uitproberen. Nagellak is gewoon niet zo mijn ding. En sommige gaan naar sterren en sommige bewaar ik ook gewoon voor in een winactie. Zodat ik daar iets van jullie mee kan blij maken. Ik zal gelijk vandaag het product van Catrice ook even doen. Er zit een Heavenly Hollow Full Cover Nail Sticker setje bij. Ja, kijk, dit vind ik al wel leuk eruit zien, maar ik zou dit nooit gebruiken. En ik denk dat er ook niet heel veel mensen zijn die dit ook echt gaan gebruiken. Misschien heb ik het mis, maar ik heb het idee dat dit een beetje al geweest is, deze trend. Maar goed, het ziet er wel leuk uit. Het is holografisch, dus ja, voor een feestje misschien. Dan heb ik van Catrice de More Than Nude Nail Polish. Deze ga ik wel bewaren, want ik vond deze echt heel mooi eruit zien. En gewoon, ja... Ik vind dit wel heel erg mooi. Dit is 02 Pearly Ballerina. En ja, het is gewoon een hele mooie nude kleur. Dus deze ga ik wel zelf bewaren. Dan zit er van de Iconic Nails Gel Lacquer 78 You Glow My Mind in. Ik hoop dat ik een beetje kan laten zien wat de kleur is. Een beetje... Ja, wat is het voor kleur? Heel bijzonder. Een beetje goud, zilver, groenige glans. Zo kun je een beetje zien. Het is wel heel bijzonder en mooi. En dan de kleur die ik het allermooiste vind is de Catrice Galactic Glow Translucent Effect Nail Lacquer 02 Enchanted by Prismatic Spell. Dit vind ik dus wel heel erg mooi. Even kijken of ik hem dichterbij kan laten zien. Dus ja, het ziet er wel heel mooi uit allemaal. Volgens mij zeg ik dat de hele video. Maar ja, ik word enthousiast van deze producten. En dan dat ben ik dan ook echt oprecht. En de kwaliteit merk ik vanzelf. Dat kan ik nu nog niet beoordelen, maar dat komt wel. Dan zit er een Generation Plump & Shine Lipgloss in. Ziet er ook heel mooi uit. En die kan ik ook gewoon swatchen, want
als ik hem eruit haal, ziet niemand dat hij gebruikt is voor de foto. Dus dat gaan we even doen. Oeh, ja, dat is wel. Het is wel echt een gloss, plakkerig. Daar moet je van houden. Ik draag liever een liquid lipstick. Maar dit kan daar overheen ook wel mooi zijn. Dit is de kleur. Het is wel een mooie pigmentatie voor lipgloss. Het is niet zo doorzichtig. En het is, ja. Het voelt een beetje als een dikkere lipgloss aan. Ik ga hem heel even eraf halen, anders zit ik straks helemaal onder de lipgloss. Even kijken. Kan ik gelijk de highlighter eraf halen, want mijn handen glimmen zo. Dan heb ik nog wat lipproducten. Dit zijn de... Wat is het? Catrice Plump & Gel Lipstick. Oh, dit vind ik echt helemaal leuk. 0,90. En ik zie al een beetje aan de sticker, zo ziet het er eigenlijk uit. En ik zie aan de kleur dat het een beetje framboos rood-roze is. Oh, helemaal mooi. Echt. Oh. Be Brave staat erin gegraveerd. Het komt meer oranje-rood over op de camera dan in het echt. Dus ik moet heel veel kijken hoe het straks op mijn lippen staat. Maar dit ga ik natuurlijk ook proberen. Ja, eigenlijk alleen de nagelproducten denk ik niet echt. Maar voor de rest zit er wel alles in waarvan ik denk yes. Dan heb ik nog zo'n plumping gel lipstick in nummer 010. My Lips, My Rules. Nou, zelfs verpakking. Oeh. Ik denk niet dat ik hiermee wegkom. Ik denk dat dit iets te nude is. Ik denk als ik dit draag dat mensen vragen of ik ziek ben, denk ik. Maar daar kan ik eigenlijk nog niet over. Misschien dat het op mijn lippen wel heel gaaf staat, maar dit vind ik wel heel nude. Het kan heel tof zijn natuurlijk, maar ja, ik ga het proberen. Of ik bewaar hem voor binnenactie, dat weet ik nog niet. En als laatste zit er een lip coconut balm in. Dus nog een lipbalsem. En dit is Coconut Kiss. En deze had ik dus ook gezien. Ik dacht, die drie van Essence wilde ik al heel graag proberen. Ik had al een lijstje gemaakt. Want ik koop gewoon ook heel veel producten zelf. En ik dacht, ja, als ik het al zie liggen, kan ik het kopen. En als ik in de winkel sta, vergeet ik vaak wat ik nou echt wilde hebben. Dus ik maak altijd een lijstje. En als ik dan ga winkelen, dan heb ik hem in mijn tas zitten. Dat als ik bij een schap sta van Essence, Catrice of welk merk dan ook. Dan weet ik van, die producten wil ik graag hebben. En deze stond er ook op. Daar ben ik heel blij mee. Ik zal het nog even iemand laten zien trouwens. Hele mooi goudkleurig. Rosé goud. Huls. En gewoon een witte balsem. Die heerlijk naar kokos ruikt. Echt. Oh, dit is lekker. Die gaat in mijn hand los. Daar weet ik al een plekje voor. Nou, dit waren eigenlijk de producten in beide tasjes volgens mij. Ja. Ze zijn leeg. Ik bewaar ze wel altijd. Ik vind dat gewoon sommige perspakketjes qua verpakking bewaar ik misschien gek. Maar ik weet nog dat ik, wanneer was dat? 3-4 jaar geleden? Toen zag je deze video's bij Marcia en bij Vera Camilla. En dacht ik echt van wow, het zou zo tof zijn, weet je. Dat is gewoon ja, een soort stap die je dan wil bereiken. En 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, ik weet het even niet meer. Toen ontving ik mijn eerste Essence Catrice perspakket en nu... ontvang ik zeg maar de update en ik ga wel eens naar een evenement en zo. En ik vind dat zo gaaf, weet je. Ja, soms een beetje onwerkelijk, dat soort dingen qua werk. En ik ben hier heel erg dankbaar voor. Dus Estes en Catrice, dankjewel dames voor deze producten. Ik ga deze producten nu opruimen. Sommige gaan op de foto, sommige bewaar ik voor een winactie. Of ga ik iemand anders blij mee maken. Maar de producten waarvan ik echt denk, yes... die gaan straks op de foto en die komen binnenkort op pinkie.nl. Hebben jullie dus een voorkeur van wat wil je graag terugzien in de review? Laat het dan even weten. De prijzen van deze producten staan in de persberichten. Die link ik ook hieronder in de beschrijving. En ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doeg allemaal!